Zo grappig als je zo belt. Hallo? Ik ben vandaag registeraccountant bij Mazaar en ik weet dat het een accountant is. Maar registeraccountant heb ik geen idee van. Daar ga ik vandaag achter komen. Samen met Saskia. Jij bent registeraccountant. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee wat het is. Kan je me dat vertellen? Als registeraccountant controleren wij een jaarrekening. Dat gaan wij post voor post gaan wij dat controleren. En over het totaal geven wij bepaalde zekerheid af. Of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van hoe de jaarrekening eruit ziet. We staan hier natuurlijk in een heel groot kantoor. Wat ga ik precies doen vandaag? Ik heb een case voorbereid en op basis van die case moet jij een risico-inschatting gaan maken. Wat gebeurt er nou als ik dat niet goed doe? Als wij deze controle niet goed zouden uitvoeren, dan kan het zo zijn dat investeerders beslissingen nemen op informatie die onjuist is. Dus het is best wel essentieel dat dat goed gedaan wordt. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, klopt. Ja. Nou, Lonneke, ik heb vandaag een case voorbereid in de boekhandelbranche. Dan begint het serious business. Yes? Om de controleaanpak te kunnen vaststellen, is het voor jou van belang om de risico's duidelijk in kaart te brengen met betrekking tot de branche, boekhandel, jaarrekening. Vlottende passiva. Het zijn kortlopende schulden die nog betaald moeten worden op balansdatum. Het is een stuk minder gezellig dan dat het klonk. Wat wel grappig is, is dat wat ik meteen aan het begin dacht, blijkt later ook een probleem te zijn. Okay. Volgens mij gaan boekhandels best wel slecht, omdat natuurlijk voor het alles online is. En dat staat dus op het einde ook van de afgelopen jaar gaat de winstgevendheid achteruit. Dus in de toekomst kijken kan ik in ieder geval. Dat is mooi. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat wiskunde niet mijn sterkste vak was, ook niet het leukste vak. Sorry meneer Van Daal. Ik denk dat ook wel mensen zich afvragen, wat vind je daar nou zo leuk aan? Je kijkt eigenlijk bij allerlei verschillende soorten klanten in de keuken. Hoe doen zij het? Hoe richten zij hun proces in? Je ziet cijfermatig hoe ze presteren. Dus het is heel erg leerzaam. Een van de dingen die ik vaak doe is ook overleggen met mijn collega's. Ik heb vandaag overleg met Aydin. Volgende week gaan we de controle uitvoeren. Ja. En daarvoor wil ik graag even de belangrijkste posten met je bespreken. Mag ik misschien ook even haar hulp inschakelen? Zeker. Ja? Ik moet namelijk zelf een case oplossen. Het gaat om de boekensector. Boekensector, ja. Dus dat is een sector? Nee. Ja. Nou, ik zie dat zij een hoog bedrag aan leningen hebben. Op het moment dat een bank een krediet verstrekt, dan zijn er daaraan diverse eisen aangekoppeld. Mm-hmm. En dat kan dan best wel grote gevolgen hebben voor deze organisatie. Aha. Dus het gaat eigenlijk best ver. Nou, die lening die snap ik nog. Als registeraccountant moet je natuurlijk heel goed kunnen omgaan met deadlines. Je moet heel klantgericht zijn, want elke klant wil iets anders. Ja, dat klopt. En daarnaast is het ook belangrijk dat je professioneel kritisch bent mm-hmm. en cijfermatig inzicht. En je moet ook van hele moeilijke woorden houden. Nou, die dag zit erop. Gelukkig mocht ik heel veel vragen stellen aan jouw collega's. Dat heeft me wel echt geholpen. Wat ik denk dat de risico's zijn, wat ik zelf vanochtend ook al dacht, is de digitalisering natuurlijk. Ja. Dus daarbij het stukje voorraden is een risico in dit geval. Ik denk ik nog meer ga noemen. Ja, maar ik heb gewoon best wel veel al zelf. Ja, dat moet best niet wel goed gedaan. Ja. Over het algemeen is het bij mij thuis zo dat er meer uitgaat dan dat er inkomt. Dus zou je bij mij ook niet eens een keer een risicojaarrekening willen maken? Altijd kan ik je natuurlijk helpen.